zes paarden in de koets. Zelfs de één nemen ze foto's. En de twee ook. Dat gaat perfect tot hiertoe. Ai, drie is een balk. De vier stond een beetje in de weg. Nu naar de vijf. Gaat nu door de zes. Maar ze gaan allemaal die ene niet open en toe zitten. Ze gaan gewoon naar de zeven gaan. Een kegeltje doet William teken. Het is niet gemakkelijk. En hij begint de verde 11. Correct, want de hindernisrechters doen geen teken dat er een fout zou begaan zijn. Het is 11 dingen af. Ai, ai. Daar stond de kegel een beetje te dicht. En 14, uiteraard moet hij de 12 niet nemen, want dan gaat niet meer 6 man. Up.
Ik denk dat hij goesting heeft om te blijven rijden. We krijgen nu onze laatste deelnemer. Annie, de vorige is toch niet gedaan. Hij blijft rijden. Hij wil zijn lichten proberen om te zien of zijn lichten gaan. Voilà. Zes. Prachtige boulonnes in galop door de finish.